Alors, ça goûte ? Très bon. Super. Alors, moi, je suis content. Merci beaucoup. Et on vous a vu, c'était super. Ah bah. Bon appétit. Doen de catering voor Cirque Plus. Dat is keihard werken. Ik begin ten 9 's morgens. Ten 1 heb ik mijn eerste shift gedaan en heb ik echt mijn dutje wel nodig. Ik doe al 35 jaar een dutje. Dat is, hoe noemen ze dat, een powernap. Ik moet naar dan. En tegen 2-3 uur kan ik er weer in vliegen. Hoe ben ik erin gekomen? Ja, voor het beginnen ben ik een amateurkok. Ik ga met tomaten snijden. Ik heb jaar willen een restaurant beginnen. Dat is mislukt. Ik heb wel mijn kokschool gedaan. Dat is een kleine bijverdienste, maar de max aan plezier. Voor mij is dat een mix. Ik krijg de kans om mijn passie te beleven, mijn keuken. Ik zit in de culturele sector, wat ik een vrij boeiende sector vind. En je komt op een ongelooflijke, toffe manier in contact met artiesten. Ziet hij de rang? Moet ik kijken? Moet ik kijken? Ik zit niet backstage, ik zit backstage. Hallo, het was beautiful. Met mijn keuken probeer ik eigenlijk een centrum te zijn. Een warm centrum voor artiesten die inderdaad van wereldwijd komen. Eten is zo'n sterk bindmiddel tussen mensen. Ze voelen zich goed. En ik voel me er een stuk van ook. Je ziet dat ook, hè. Hey, wauw, de kok. Yes. Voilà. Dus de pot is vol, maar een vis genoeg voor het zesde man. Voor mij een planning van de keuken, dat is een paar dagen voordien bedenk ik een menu die niet te moeilijk is en die toch wel fijn is voor de mensen. En dat kan in grote potten maken, voor 100 man, 70 man, 60 man. Je moet het kunnen hanteren ook, want ik doe het altijd met twee. Hè? Met courgetten ben ik klaar. Wat het daar al bij, Piet? Wacht. Het is eigenlijk bijna traditie. Ik ben alle dagen een ander kok in bij mij. Hoe zeggen ze dat hier in Brugge? De verandering van spijs doet eten. Ken ik alle dagen een ander kok in? Dat is de max. Want voor de vegetariërs een focaccia in, hè? Dat is goed. Ik doe gewoon wat ik doe. Oké, toespissen maken is dat niet. Kozen en aspen en saucis en salami. Nee, ik maak hummus. Ik maak tapenades. Er zitten ook wel wat mediterrane artiesten. Tegelijkertijd krijg ik ook nooit problemen met de vegetariërs. Als kok van zo'n evenement vind ik het altijd een punt van eer eigenlijk bijna dat ik het eten kan opdienen. Of dat ik een artiest ben in mijn keuken, dat weet ik niet. Ik vind het heel plezant voor te doen. Maar of dat je het een kunstwerk vindt met een diner, maar misschien is het wel een kunstwerk. Je moet het gewoon proeven, hè. Salut.